Wat komt eigenlijk als eerst? Houdt meer van mij dan van andere mensen of dingen? Of rust zondag uit? Ik hou wel van uitrusten. Hey Tante Mona! Hey kids! Wat ben je aan het doen? Zijn dat de 10 geboden? Jazeker! Dit zijn de 10 geboden. Ik ben ze eigenlijk allemaal uit mijn hoofd aan het leren. Maar zoals je kan zien heb ik nog een paar te gaan. Nou, dat komt zeker goed. Hey, willen jullie een paar bijbelfeitjes weten? Jazeker! Voordat God de 10 geboden kon geven, moesten daarvoor wel heel veel speciale dingen gebeuren. Oh, echt waar? Ja, voordat de Heer de 10 geboden kon geven, moesten iedereen, mannen, vrouwen en alle kinderen, zich laten wassen. En ze moesten alles schoonmaken. Oh, wauw. Ja, het is wel heel erg bijzonder. Niemand mocht de berg waar God zou komen betreden, behalve Mozes. De rest van het volk moest op een afstandje staan en blijven staan. Na 3 dagen was het zover. Iedereen was klaar. En God daalde neer op de berg Sinaï als een donkere wolk. En heel het volk zou dan zien dat God met Mozes sprak. Oh, echt waar? Dat wist ik niet. Ja, daarna werden de 10 geboden op 2 stenen platen geschreven. En die werden bewaard in het Ark van het Verbond. Wow, dat zijn echt leuke feitjes om te weten. Ja, zeker. Dat is wel fijn om te weten. Gaat het wel lukken met het leren van alle 10 geboden? Ja, zeker wel. Alleen, wat was de derde ook alweer? Nou, ik denk dat Tante Mona nog eventjes gaat helpen met het leren van alle 10 geboden. Zie ik jullie de volgende keer weer? Ja? Oké, doei doei! Wat leuk dat je onze video hebt bekeken. Heb je genoten van deze video en wil je nog meer video's bekijken? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.